Hoi allemaal en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. We zijn op leven op een budget, dag 3. En mijn budget is nu €219,66. En vandaag neem ik je mee met wat ik allemaal eet op een dag. En dat zijn wederom weer restjes. Echt, dit is denk ik wel mijn voornaamste tip. Kook in bulk. Ja, je eet regelmatig hetzelfde, maar het zorgt ervoor dat je niet dagelijks geld uitgeeft en ook niet dagelijks kookt. Win-win. Dit is dan ook de reden dat ik mijn 6 weken budget in totaal neem en dus niet €40 per week of 6 à €7 per dag. Het is voor mij veel lastiger namelijk om €7 per dag uit te geven dan bijvoorbeeld 1 week €60 en daar dan weer 1,5 tot 2 weken van te eten. Maar het is pas dag 3, dus we zullen zien hoe het gaat als het dag 40 is. Ik zou echt trots op mezelf zijn als ik geld overhoud. Anyhow, wij zijn inmiddels gestart met een havermoutje, want dat had ik allemaal nog in huis. Het was nogal een bizarre dag voor mij, want mijn bed kwam eindelijk na 3 maanden niet meer op een matras slapen. Heel erg chill. En hoewel ik heel erg hou van vers koken en verse maaltijden, vind ik het ook zeker handig om uit de vriezer te eten. Zeker ook omdat ik het zelf heb gekookt en dus gewoon weet dat het een volwaardige maaltijd is. En hoewel deze eerste video's het mij misschien makkelijk af lijkt te gaan, ben ik me ervan bewust dat het lastiger gaat worden. Zeker als ik door mijn voorraden heen ga. Maar wie weet gaat het mij 40 dagen lang gewoon soepeltjes af. Dag lieve mensen, ik ben inmiddels op straat aan het lopen op weg naar werk. Ook echt, ik ben op straat aan het lopen. Nee, ik loop in mijn huis, maar zo ziet mijn huis eruit. Soms vraag ik me af wat mijn brein allemaal denkt. In ieder geval, ik loop op straat. En zoals ik net ook al zei in de voice-over, dat bed. Dat was nog even een dingetje. Oh, het was echt één bak ellende. Het was echt... Nou, nu maak ik het erger dan dat het is. Maar ik ben gewoon een beetje simpel geweest. Ik heb tegen die mannen gezegd. Ik zei nee joh, zet maar gewoon boven neer. Of nee, zet maar hier in de woonkamer neer. Dat is helemaal goed. En vervolgens bedacht ik me dat er natuurlijk nog een trap omhoog moest. Dus dat was al een workout op zichzelf. Nou, de pootjes eraan ging vrij goed. Tot op zekere hoogte. En toen moesten alle hoesten er nog omheen. Toen moest het bed ongeveer uit elkaar gehaald worden. En toen we het bed uit elkaar hadden, of tenminste niet helemaal uit elkaar, maar goed, toen moest die hoesten eromheen. Toen het matras nog. En toen eindelijk stond hij. Maar ja, lang verhaal kort. Ik denk, dit doen we wel binnen een uur. Nee, dus. Dus uiteindelijk duurde het allemaal weer. En ik dacht, ik doe toch maar even iets uit de magnetron even snel eten. Maar ja, dat pizzadeeg is eigenlijk natuurlijk gewoon over datum. Dus daar moet even verandering in komen. Tenminste, daar moet even wat mee gebeuren. Dat gaan we vanavond doen. Hopelijk heb ik vet een tijd, maar ja, ik spreek gewoon nu met jullie af. We gaan gewoon die pizza samen maken. En ik denk dat het er 2 worden. Die ik dan weer door de helft doe. En dat ik daar brood bij ga eten. Maar het voordeel van vandaag is, ik heb €0 uitgegeven. Want ja, ik had alles al in huis. Of althans, ik moet dit nog niet te hard roepen, want voor hetzelfde geld haal ik nu toch ineens afhaal iets buiten de deur. Maar we gaan pizza maken en het volgende shot is mijzelf in de keuken. Oké, ik sta echt tegen mijn keukenkastjes aan. Maar wat jullie niet zien is dat er zeg maar hier in de hoek alle dozen van mijn bed zitten. Ik ben inmiddels thuis. Hallo, ben ik nog even vergeten te zeggen. Het is 6:30 en tijd voor pizza. Oh jongens, ik heb gewoon niet dat ik helemaal uitgehongerd ben. Dat ik denk, ah, ik moet nu eten. Gewoon lekker zin om met jullie deze pizza te maken. Nou, wat ga ik doen? Eigenlijk heel simpel. Soms vragen wat mensen, oh, maak je nou vegan pizza? Nou, we nemen deeg. Deeg. We nemen champignons. En we nemen vegan kippenstokjes.
En ik heb nog een courgette en een tomaten. Dus ik ga dat even in plakje. Nee, ik ga eerst even het deeg uitrollen. En ik ga even kijken, want ik heb zeg maar een ronde bakplaat. Dit is rond. Ja, rond. Ik heb een ronde bakplaat. Wij gaan creatief met deeg doen. In 3. In 2. En in 1. Hier zit ik dan met mijn pizza op mijn bedbank. Ik dacht dat ik nou mijn oude matras hier in de woonkamer zet. Totdat ik een goede bank heb. Dan manifesteer ik ook even een bank erbij. Hoop ik. Nee, ik hoop in mei een mooie bank te hebben. Dat is mijn doel. Ik heb het idee dat de pizza niet helemaal gaar is. Ik moet nog steeds wennen aan mijn oven. En dan staat er al 200 tot 220 en dan doe ik hem al 220. En dan staat er 12 tot 15 minuten en dan doe ik hem al 15 minuten. En dan nog denk ik, het had wel wat langer gekund. Maar het is niet verkeerd. En zeker niet voor een budgetavond, maaltijd. Ik heb het vandaag goed gedaan, ik ben trots op me. En de komende dagen wordt eigenlijk heel makkelijk, want... Ik heb uiteindelijk trouwens dus besloten om de pizza door de helft te doen. Ik heb namelijk nog wat groente over van de pizza. Dus daar ga ik een pasta van maken voor 2 personen. Dus dan heb ik pasta voor 2 personen, pizza voor 2 personen. En zo komen wij het leven door. En die kipdingen erop zijn ook wel echt een aanrader. Echt een pro-tip. Ik ga deze video afsluiten. Ik denk dat hij weer bizar kort is geworden. Maar goed, mijn hoofd zat bij mijn bed. Oh, ik heb gewoon vanavond een bed. Ik besef even, hè. Dit is dus het matras waarop ik nu zit. Hier heb ik de afgelopen dagen... Wat zeg ik? Hier heb ik sinds eind augustus opgeslapen. Geen grap. Op dit matras. Eerst bij mijn zus en zwager. En toen hier in huis. En het bed, dat duurde maar. En het duurde maar. Maar ik heb een bed. En ik ben blij. Ik denk serieus dat ik vanavond vanuit hier ga werken. Heel slecht. Maar I love it. En dit matras gaat uiteindelijk, ik denk naar het grof vuil, want er zit een enorm gore plek op. Ja, of naar het goede doel. Ik kijk daar nog, want het is in principe een prima matras. Alleen hij is goor. Goor. Het is een goor matras. Ja, goor, ik woon natuurlijk in het goor, dus dan kunnen we niet een goor matras weggeven. Dat is gewoon niet oké. Lello. Oké, goed, laat maar. Ik zeg dankjewel voor het kijken.